Hi, goedemorgen. Mijn naam is Meike en ik zit in het eerste jaar van Built Environment. Vandaag laat ik jullie mijn opleiding zien en beantwoord ik meteen de meest gestelde vragen. Onze school staat samen met de andere HVA-gebouwen op de Amstel Campus. Het is er echt super gezellig. Eigenlijk een soort mini-studentendorpje. De school is super goed bereikbaar met de fiets en ook vanaf Centraal Station, want het is namelijk maar 5 minuutjes met de metro. Gaan jullie mee? Ik vind het heel erg fijn dat je in het eerste jaar kennis maakt met alle 8 afstudeerrichtingen binnen Built Environment. Ik wist namelijk begin het jaar nog helemaal niet welke kant ik op wilde gaan. Zo heb ik aan het einde van het jaar een goede keuze kunnen maken. Uiteindelijk heb ik gekozen voor de afstudeerrichting Architectonische Techniek. Wat ik zo leuk vind aan deze richting is dat het zich naast architectuur ook focust op duurzaamheid, energie-neutraal en klimaatbestendig bouwen. Elk jaar bestaat uit 4 blokken van 10 weken. In elk blok volg je een project over 2 van de afstudeerrichtingen en daarnaast volg je de verdiepende vakken die bij die richtingen horen. Per week heb je ongeveer 16 uur les. De rest van de tijd besteed je aan individuele opdrachten of groepsprojecten. Als ik moet gokken, denk ik dat je ongeveer 40 uur per week bezig bent met de studie. Je werkt veel samen in kleine groepjes. Daarnaast heb je in het eerste jaar een vaste coach die je bijna wekelijks ziet. Ik vind het persoonlijk heel erg fijn om 1 aanspreekpunt te hebben waar je met al je vragen terecht kan. Ieder blok krijg je ook BIM-onderwijs. BIM staat voor Bouwwerk Informatiemodel. Hierin leer je schetsen en je product te modelleren. De programma's zijn gemaakt om in samen te werken. Bij bouwprojecten werken architecten, constructeurs en projectmanagers allemaal samen in hetzelfde model. Ik vind BIM eigenlijk wel het allerleukste vak. Je past toe wat je hebt geleerd in de verdiepingsvakken. Je bent echt wat aan het creëren, dus wat je hebt bedacht, dat pas je echt toe in een professioneel 3D-ontwerp. Voor deze opleiding hoef je niet mega creatief te zijn. Er wordt alleen wel heel veel getekend, maar wat je tekent hoeft niet per se heel mooi te zijn. Het gaat er vooral om dat je het goed kan inzetten als communicatiemiddel. Verder maak je in het eerste jaar best een aantal maquettes en daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Ik heb zelf geen wiskunde B of natuurkunde gehad op de middelbare school, dus voor mij was het allemaal best wel even nieuw. Gelukkig worden er heel veel bijlesuren aangeboden vanuit de opleiding en is er gewoon genoeg docentenbegeleiding. Voor mij was het dus eigenlijk gewoon goed te doen. Elk blok maak je voor het project en de vakken een product. Ook schrijf je vaak een verslag over je werkproces en aan het einde van het blok geef je voor het project een presentatie. Voor dit alles samen krijg je uiteindelijk een cijfer. Elk project doe je samen in een groep. Samenwerken is namelijk een superbelangrijk onderdeel van deze opleiding. Je wordt dan zowel individueel als samen beoordeeld. Ik heb zeker tijd over voor dingen buiten school, al zie ik wel dat sommige medestudenten iets meer tijd kwijt zijn. Maar zelf sport ik een aantal keer in de week en werk ik als barmanager bij Ajax. Zelf zit ik ook bij de studievereniging en dat is echt iets wat ik iedereen zou aanraden. Het is niet alleen maar superleuk en gezellig, maar ook nog eens een hele goede manier om medestudenten uit alle jaarlagen te ontmoeten. Wil jij graag meer weten over Built Environment? Kom dan een keertje langs op een open dag. Of stuur je vragen alvast via Insta DM. Doeg!